Jolien, Dore. Ja. Goeiedag. Hallo. Naar waar gaan we? We gaan naar de kinesist. Oké. Ik ben er al een paar keer geweest ondertussen. Is er nog veel werk aan misschien? Nu valt het mee, maar natuurlijk de eerste weken, dat is al een drietal weken geleden, ben ik denk 4-5 keer per week geweest. Toen was er nog veel werk aan. Je hebt wel meegemaakt, hè? Ja, het is eigenlijk stom, hè. Een val in Drenthe. Het was eigenlijk maar mijn tweede wedstrijd. Of een val, zeg. Ja, maar ik weet er eigenlijk zelf niks meer van. Is dat zo? Ja, ik was volledig weg. Ik had twee tanden gebroken, mijn kaak is genaaid geweest, ik had een hersenschudding, sleutelbeen gebroken. Het is toch een gevaarlijk beroep, mannetjes. Ik dank je wel voor de verrassing trouwens, hè. Om gisteren aan de start van de Ronde van Vlaanderen te verschijnen. Ja, 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 het was voor velen een verrassing. Ja, amai. Maar voor mezelf eigenlijk niet. Ik wou er eigenlijk al bij zijn bij de pannen Gent-Wevelgem. Maar dat was iets te vroeg. Toen kon ik nog geen bidon uit mijn bidonhouder ja, nemen. Dat, dus, dat is naar het schijnt dan iets te vroeg, ja. Ja, ik wist dat het fysiek wel mogelijk was, maar ja, het was ook moeilijk. Hè. Allee, je zit conditioneel niet top. Dat sleutelbeen is dan wel hersteld. Maar je komt toch die procentjes tekort in de finale. En dat heb ik wel gemerkt gisteren. Ik heb er wel van genoten. Want, ja, zoveel volk. Ja, en op het einde van de Gaaghoek draaien we dan de Leeberg op. En het was echt muisstil in peloton. Ja. En opeens door die speakers speelde ze dat liedje Jolene. Oh ja. En ja, dat was echt geweldig. Heel peloton was echt aan het lachen. Al lachen treden we gewoon de Leeberg op. Oh, mooi. Ja. Dus speciaal voor jou even Jolene opgelegd. Ja, ja, ja. Goeie zet van de DJ. Ja, dat was echt geweldig. Ja. Jolene, Jolene, Jolene. Maar wat zijn echt voor jou doelen? Wat zit er in jouw hoofd dit jaar? Ik wil echt terug Belgisch kampioen worden. Ja. Het is in Gent. Oh ja. Dus dat zou heel mooi zijn. Ja. En dan ook wil ik echt toewerken naar het Europees kampioenschap. Waar wordt dat gereden? In Nederland? Alkmaar. Ja, Alkmaar, ja. Ja. Dus ja, dat zijn eigenlijk nog twee grote kampioenschappen waar ik een trui wil proberen behalen. Zit de wereldtitel uit in jouw hoofd? Ja, die zat even in mijn hoofd, maar ik heb nu... Ja, gezien waar dat de komende jaren WK is, het parcours bekeken en het zal er niet echt in zitten, denk ik. Ja, maar je kan wel even doorgaan. Hè. Als je maar natuurlijk zelf de goesting hebt, dan is het gespaard blijven van mijn grote ja, dingen. Ja, maar ik zie mezelf niet koersen tot mijn 35, 36. Nee? Ah, ja. Nee. Oké. Okay. Ja, goed, het heeft ook allemaal te maken met hoe je je leven wilt organiseren. Ja, als vrouw ligt dat natuurlijk anders dan bij een man. Hè. Ja. Heb je al een idee dat je trouwens over hoe je dat wilt gaan organiseren naar de toekomst toe? Nog niet echt, maar af en toe denk ik er wel aan. Komt natuurlijk dichter en dichter. Hè. Ja. Ik ben nu al 29. Oh, ja. Ik heb mijn diploma, maar ik zou sowieso wel in de koers ook willen blijven. Dus, ja, je hebt je status, je hebt je naam, je hebt je kennis. Ja, gewoon hier volgen. Ja, dus ik zou dat wel willen gebruiken ook voor misschien de jeugd wat te willen helpen. En, Ben je blij met hoe dat wielren en het vrouwwielren op dit moment staat? Ja, het evolueert heel snel, vind ik. Hè. Elk jaar rijden we sneller en sneller. Ja. Ook nu weer in de Ronde van Vlaanderen. Die snelheden, die wattages afstand dat we wordt trappen. Langer. De afstand die langer wordt, dus eigenlijk alles. En het gaat echt heel snel. Ja. En met de aandacht, met de populariteit, met gewoon het economische gegeven van de dingen, ben je daar tevreden mee? Ja, dat gaat ook de goede richting uit, vind ik. Heb je daar bepaalde ideeën over? Dingen waar je zegt van, kijk, dat is nu eigenlijk niet zo moeilijk. Als ze dat zouden veranderen, dat zal een hele stap voorwaarts zijn voor ons. Ik weet het niet, hè. Ja, onze koersen op tv brengen, maar daar zijn ze ook wel mee bezig. Ja. Dus voor ons scheelt dat heel veel. Ja, ik denk dat wel, ja. Qua sponsoring, aandacht. Merk je dat nu? Want ik denk, bij ons nu een koers of 5, 6, 7 in het voorjaar. We zijn er nu nog Amsterdam Gold Race live uit en zo. Merk je dat aan de mensen dat er extra reactie op komt? Ja, toch wel. Mensen waarmee ik ga gaan trainen, die volgen het nu ook. Ja. En die zeggen echt wel, die vrouwenkoers is echt wel interessant en echt wel spannend. En... Ja, het zijn natuurlijk ook de organisatoren voor een stukje nog. Hè. Ik kijk dan bijvoorbeeld naar ASO. Vlaanders Quest, ik denk dat al echt wel zijn deel van het werk doet. Maar, ASO zou, denk ik, zo'n Parijs-Roubaix... Die zouden nog iets meer mogen doen. Ja, ja. Ik weet niet of je nu al in die commissie zit voor het vrouwenwielen? Nee, niet echt. Dat is moeilijk te combineren, denk ik. Ja, maar ik zit wel in de atletencommissie van de BOIC. Ja. Maar dat is eigenlijk iets anders, hè. Ja. Dat bespreken we meer alles nu voor Tokio, voor de Spelen. Ik veronderstel dat dat ook weer een groot doel is voor jou, Tokio. Ja, sowieso. De ploegkoers is nu Olympisch. Omium, ploegenachtervolging, er zijn genoeg kansen, hè. De weg zal geen optie zijn, want dat is opnieuw lastig, had ik gehoord. Dus, Ja, maar met Lotte kan je wel een fantastische ploeg vormen, denk ik. Ja, hè? Ja. Allee, ondertussen, je bent ook, hoe lang zijn jullie samen al aan het rijden? Een jaar of 4, 5 of zo? Ja, zoiets. Dus
toch wel veel ervaring dan jullie ondertussen. Ja, feeling, dat wel. Maar je merkt ook wel dat die andere landen daar ook echt op inzetten nu. En in het begin staken we er bovenuit. Ja. Maar nu komen die andere landen eigenlijk ook opzetten. En qua techniek, tactiek zijn ze ook allemaal beter geworden. Dus het maakt het er allemaal niet makkelijk. Nee. Maar ja, goed. Er heeft nooit iemand gezegd dat een Olympische titel makkelijk is. Hè. Dat is waar. Maar het zou wel fantastisch zijn, zeg. Stel je voor. Ja, je hebt natuurlijk die medaille al binnen. Hè. Die is er al, die pakken ze nooit meer af. Nee, maar ik zeg ja, ik wil alleen nog naar Tokio gaan als ik weet dat ik beter kan doen dan die bronzen medaille. Ja. En dat is eigenlijk nog mijn laatste doel dat ik voor ogen heb in mijn carrière. En zou je daar, de Omnium zou je dat nog doen? Dat is wel een heel zwaar nummer als je dat moet combineren met ploegkoers of meer sowieso met een puntenkoers. Ja, dat is iets wat Lotte nu de afgelopen jaren al constant heeft gedaan. Ja. Hè. In combinatie met die ploegkoers Omnium gereden. Ik weet het niet, ik moet het bespreken met de bond. Ja. Ja, en ook zien wat dat je programma zal zijn en zo voor de weg op dat vlak. Ja, daarom. Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Want hoe lang blijf je bij Boels? Heb je voor 2 jaar? Voor 2 jaar getekend. Oké, dus je bent er volgend jaar ook. Zou zij meegaan in een soort Olympische voorbereiding? Of ja, helemaal. Ah, ja, de ploegleider bij ons is Danny Stam. Ah ja, oké, ideaal. Dus, die begrijpt wel het belang van de piste. Ja. Ja. En, ja, die zegt ook van ja, je moet blijven op de baan rijden, op de piste rijden. Dat is goed voor u. Ja, ik denk dat ook. Ik denk dat al die disciplines, het veldrijden bewijst, het mountainbiken bewijst, het ook de piste, hoeveel toptalenten van de piste komen er niet. Ja, hoeveelzijdiger dat je bent tegenwoordig, hoe beter eigenlijk. Ja. Is dat de mooiste ervaring tot hier trouwens, Rio? Ja, denk het wel. Ja. Denk het wel. Heeft dat ook de grootste impact op je leven gehad? Ja. Vooral de maanden daarna, nu is dat een beetje weg eigenlijk. Ja, maar ja, je gaat wel altijd medailles blijven natuurlijk. Hè. Elke keer bij een nieuwe Olympische Spelen gaat die naam toch wel weer vallen. Hè. Ja, maar gewoon als ik eraan terugdenk, hoe speciaal dat was en ook de sfeer daar rond. En met Team Belgium, we waren echt gewoon ene groep. Hè. Is dat echt zo? Ja, toch? Ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dat meemaakte. In Londen was ik ook geweest, maar dat was dan minder, vond ik. Ja. En nu kwamen we echt goed overeen en iedereen zat aan één tafel. Ik babbel dan met Koen Naert, met de Borlees, met de... Heb je trouwens nog iets van die mannen gezien gisteren? De laatste 20 kilometer. Ah ja. Heb ik thuis nog kunnen kijken. Ja, je was al terug thuis. Ja, het was echt niet ver. Het was 15 kilometer van Oudenaarde. Dus je hebt nog Kwarem en Batenberg. Ja, het mooiste heb ik nog gezien. Ja. En, hebben we dan een verdiende winnaar gekeken? Ja, zeker en vast. Ik ging aan op de Kwaremond en dat is echt het lastigste moment van de hele koers. En Van Avermaat zat in het wiel en naast hem zat in het wiel en die werden gewoon uit het wiel gereden. Dus dan heb je verdiend gewonnen. Voilà. Ja, maar welk gevoel blijf je nu zo zitten na dit voorjaar? Ja, het is een beetje frustratie. Hè. Het was gewoon mentaal de afgelopen week ook heel zwaar. Als je dan ziet, je wiel gaan met een massasprint, de pannen. Ja, je gaat er je plaats. Hè. Ik bedoel, in Wevelgem. Ik weet niet hoe je jezelf inschat zo, tegen Kirsten Wild, sprint tegen sprint. Ja, Kirsten is natuurlijk ook supersnel. Hè. Dat is een kanon. Hè. Gisteren zat ze ook nog in mijn groep. Ja, ja dat is juist. En, we moesten voor de 40ste plek sprinten. Ik zeg, Kirsten, kom aan sprinten. Kom alles maar om toefenen. En ze zei, nee jong. Ik zeg, jawel, kom. Dus wij gesprinten. Chloe Hosking zat er ook nog bij, ook een sprintster. Echt? Ja. Echt volgesprint? Ja. Gewoon ja. Hier links. Voor plaats 40. Dat is eigenlijk onnozel, hè, voor de 40ste plek. Maar goed, ook als training. En ik wou toch een keer tegen Kirsten sprinten om te voelen van... Zit het er nog in? Ja. Ach, ik vind het wel mooi. Ik heb al gewonnen, dus. Allee, proficiat. Dank je. Voilà. Ja. We zijn aangekomen. Veel succes. Dank je. Dit voorjaar.